Mijn naam is Lucas de Man en vandaag ben ik de dagvoorzitter van het Museumcongres 2017 in Haarlem. Het thema dit jaar van het Museumcongres is samenwerken op allerlei niveaus. Dus eigenlijk hoe kun je als museum samenwerken onderling, samenwerken met andere partijen in je omgeving, maar ook echt gewoon samenwerken met technologie of met publiek. Hoe kun je nadenken over je rol in de samenleving? Dat is het thema en dat wordt ingevuld door verschillende soorten sprekers en sessies. Dus de vraag is, wat hebben die sprekers hen te leren? I think museums should be a place for dialogue, and of course dialogue would be the tool and the way to develop museums. You can't do that in a vacuum. You have to have dialogue with other museum directors, other curators, museum educators and so on. So just talk together, but not to stay put in status quo, but try to challenge status quo. Wij kiezen heel nadrukkelijk onze partners ook op basis van intuïtie. Wij kiezen partners met wie het goed werken is, met wie het goed voelt. En niet alleen leuk, je zou kunnen zeggen, bij de verloving, maar ook wanneer je helemaal getrouwd bent met elkaar. En het goed verkennen van die verloving, van die relatie. En ook op basis van gevoel kiezen en niet alleen op basis van strategische uitgangspunten, is cruciaal. My best advice when it comes to collaboration is, first of all, don't do it unless you know exactly why you're doing it, and then you work out who is going to help you do that and what they're going to get out of helping you do that. So don't do collaboration for collaboration's sake. There's no point. It's time consuming. It'll waste everyone's time. De essentie van samenwerking is dat je begint vanuit jezelf. Wat is mijn verhaal dat ik wil delen? Dat zeiden we ook op het einde van het congres. Als je geen verhaal hebt dat je wil vertellen, dan moet je ook niet praten. Dus ik denk, het kan alleen maar zijn vanuit de inhoud. De vorm zal korte resultaten geven, maar dan verval je. De inhoud gaat voor de lange lijn.